Wij wensen jullie fijne feestdagen. Er was eens een meisje, heel lang geleden. Ze was arm en had alleen wat lompen om zich moeten kleden. Een barre avond in december, een verschrikkelijke kou. Haar handen waren verkleumd en zagen blauw. Van haar vader, die altijd gemeen tegen haar was, moest ze zwavelstokjes verkopen in haar versleten jas. Maar dit businessplan was slecht doordacht, want haar stokjes hebben niets opgebracht. Af en toe gaf iemand geld, een enkele keer. Zoals deze enorm aardige, geweldige, knappe, lieve, mooie, intelligente, goed geklede, bescheiden, zachtaardige, volwassen, charismatische, een vriendelijke heer. Ze stak een stokje aan om de kou te ontberen, maar begon daarvan direct te hallucineren. Op straat stond ze daar en zag ze door het raam. Liefde, warmte en gezelligheid, heel aangenaam. Een ander helpen doen we graag dit jaar. Alles in het teken van kerst voor elkaar. 19 tot en met 26 december op radio en tv. Kijk en luister en beleef het mee. Ik was Evan Skie en ik wil iedereen vanaf deze kant prettige kerstdagen toewensen namens Bostillon Muziek. Bostillon Muziek gaat in het nieuwe jaar veranderen. Dat programma gaat heten Wereldberoemd in Den Bosch. In dat programma nodigen wij bekende Bosschenaren uit. En gaan we terugblikken op de geschiedenis van 's-Hertogenbosch. Namens deze kant, goede kerstdagen. Pak die eerste maar.